Vandaag een vlog vanuit het oude pand, dus niet vanaf de Nagelpoelweg. En zoals jullie achter mij zien, hebben we vandaag opnames van Bijbelquiz Wijs. Ik ga eventjes vandaag jullie meenemen naar hoe dat hier zo in dat oude pand gaat. Nou, zoals jullie zien hier achter mij, we hebben niet heel veel ruimte, want hier achter mij dit de achterkant van het uitgelegd decor. Dus hier loop je direct tegenaan. En dan hebben we zeg maar aan deze kant, heb je dan gelijk het wijsdecor. Nou, en dan loop ik eventjes naar hier. En daar zijn ze nu, want we zitten nu tussen de opnames door. Loop ik even naar de regie. Kijk, hier zo is de regie. En hier zitten mensen te werken. Het is nu heel rustig. Maar hier zo is dus de regie. En dit is eigenlijk te klein voor een grote groep mensen zoals we vandaag hebben. En in het nieuwe pand wordt dat dus ook allemaal groter en beter. Ik moet nu heel snel eventjes mij gaan voorbereiden met de jury om de vragen van de volgende aflevering door te nemen. En later op de dag laat ik jullie meer zien. Ik ben dus nu klaar met het doornemen van die vragen samen met de jury. En dan ren ik weer heel snel naar de studio toe. En dan staan de kandidaten, die staan hier al klaar. Hallo. Die worden klaargemaakt om te gaan beginnen. Dus ik ga weer heel snel beginnen en dan zie ik jullie straks weer. Doei. Hoe noemde Sipora Mozes? Daar komt u vandaag achter in Wijs. Dat maakt de stand dus 11 punten voor Simon, 15 punten voor Esther. Er wordt heel hard nagedacht. Dit was het voor vandaag. Bedankt voor het kijken. En onthoud heel goed, van vragen word je wijs. Tot morgen. Hallo allemaal, even zwaaien voor het filmpje. Hallo. Ja, kijk, dit zijn alle kandidaten voor deze dag en die gaan meedoen vandaag. En nou ja, dit is altijd heel gezellig, maar het is ook een beetje krap. Want hier zo, achter mij, zit de receptie. En dus dat zit allemaal bij elkaar en het is onrustig. En dat gaat dus in het nieuwe pand ook veranderen. Nou, het is helemaal aan het einde van de dag. En het zit erop, ik heb 8 afleveringen vandaag opgenomen. Maar nu moeten we nog doorgaan, want hiernaast, als ik dan eventjes ga lopen hier zo, de uitgelicht studio. En hier zo moet dus nu nog uitgelicht opgenomen gaan worden. Het kost enorm veel tijd om dat nu al die camera's om te bouwen. Ze zijn daar op dit moment daar zo mee bezig om alles deze kant op te slepen. Nou, dat gaat dus in dat nieuwe pand, hoeft dat niet, want dan hebben we 2 verschillende studio's. Dan is dit uitgelicht in studio 1 en Wijs in studio 2. Dus dan hoeven we niet om te bouwen, dan kunnen ze uitgelicht gewoon doordraaien. Nou, dit was de vlog voor vandaag. En zij gaan dus nog druk door en ik ga lekker naar huis. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Als jullie nog vragen hebben, stuur ze in de opmerkingen hieronder. En dan zie ik ze wel weer verschijnen. Volgende keer dan zijn we er weer met Megan. Ben ik er dan in het nieuwe pand. En dan laten we de nieuwe wanden die er allemaal gebouwd zijn zien. Tot dan, doei! Vanavond in Uitgelicht. Minister Blok van Buitenlandse Zaken gaat bij Israël en de Palestijnen pleiten voor een corridor tussen de Palestijnse gebieden. Wilt u ook op de hoogte blijven van de verhuizing van Family 7? Ga dan naar de website. En wilt u doneren? Dat kan ook via die website. Superhandig!